In de jaren 70 heb ik schilderles gehad van Diederik Kraaipoel, die toen als docent was verbonden aan de ABK Minerva in Groningen. Diederik was een leraar van het goede soort. Hij gaf gedegen les. 'S Morgens zette hij stillevens voor ons klaar, die we dan naschilderden. En hij besprak die werkstukken dan weer met veel humor en pit aan het eind van de dag. Veel, veel jaren later was ik in de gelegenheid een prachtige tekening van Diederik Kraaipoel te kopen. Op het eerste gezicht een grillig landschap, stevige, tastbare vormen, helder en gedegen. Een boomstronk of wat er van over is, of een dode struik op een helling. De werveling van takken en tentakels wil zich losmaken van de bodem. De stronk vecht met zichzelf en met de omgeving. Het is maart 2010. Diederik Kraaipoel, al decennia ook actief als schrijver-columnist, heeft samen met twee co-auteurs een boek geschreven. Niet alles is kunst. Het nieuwe boek is bedoeld voor de lezer die dus interesse heeft in kunst. Dat zijn er maar weinig, want wie een boek met zwart-witte illustraties over kunst koopt, die moet behoorlijk gemotiveerd zijn. En het is eigenlijk, mijn bedoeling is altijd didactisch, om misverstanden op te hebben. Ik blijf altijd de leraar die uitlegt hoe de dingen in elkaar zitten. En dus wanneer ik vertel dat er dus geen vernieuwing meer is, dan kan ik ook uitleggen hoe dat komt. En wanneer de verschil is tussen, een waanzinnig verschil in prijs, tussen een aquarel van 500 euro en dan zijn er schilderijen van nog levende schilders die een miljoen waard zijn, dan heb ik het daar ook over. Diederik beklimt de trap naar zijn atelier en gaat in op een aantal zaken die hem worden voorgelegd. Ik schrijf en ik schilder en ik vind het allebei leuk om te doen. Alleen schrijven, daar heb je het nadeel dat je 's nachts in bed nog zinnen ligt te formuleren en niet kan slapen. Terwijl schilderen, daar heb je dan gelast, daar slaap je goed op. Nou, in het algemeen zou ik niet iemand aanraden om in de kunst te gaan. Mijn eigen kinderen heb ik dat ook afgeraden. Dat is toch een beetje mislukt, want de een is in de muziek en de andere is toch in de schilderkunst terechtgekomen. Maar goed, als ik het iemand aanraad, als het niet te houden is, dan zeg ik er altijd bij, zorg dat je er niet van hoeft te leven. Ik ga graag met collega's om. Je wisselt ervaring uit. En wat ik ook vooral leuk vind, om collega's bij mijn werk te halen. Ook als het nog niet af is en zo. Ik loop vaak vast ergens in een schilderij. En dan komt er een collega en die zegt, zou je niet zus of zo kunnen doen? En daar zit dan vaak iets in. Een collega, een ander kijkt er met verse, die kijkt niet met de fout mee. Maar die kijkt er met verse blik tegenaan. Nou, de toekomst van mijn schilderijen, die zie ik toch in de allereerste plaats dat ze ergens in een huiskamer hangen. Waar mensen wonen en die kunnen daar net zo lang tegenaan kijken als ze willen. Want als je het, ik heb ook wel werken die zijn in bezit van een museum. Maar ja, die zijn dan voor een groot gedeelte zitten ze in de kelder natuurlijk. En die zijn maar een enkele keer tentoongesteld. En op een tentoonstelling slenteren de mensen er langs en zo.
Een tentoonstellingsbezoeker, dat is gemeten, die gemiddeld kijkt die 2 seconden naar een schilderij. Dat vind ik te weinig. Dus ik richt mij op de particulier. Nou, dit schilderij, dat heb ik niet zelf bedacht. Ik heb daartoe een ets van Hercules Segers gebruikt. En die heb ik zeer vrij gekopieerd. En dat is in werkelijkheid maar zo'n etsje. En dat bevindt zich in het Rijksprintenkabinet. Maar ik heb daar reproducties van natuurlijk. Want Segers, dat is een schilder die mij vroeger altijd erg geïnspireerd heeft. En zo, dat vond ik de eerste grote schilder die ik tegenkwam was Segers. En ik heb dus zo'n klein etsje helemaal vergroot. En dan moet je de kleuren er natuurlijk bij bedenken en zo. Dus dan gaat in dat proces, dan komt er op den duur, komt er toch meer kraai, is er uiteindelijk meer kraaipoel dan Segers overgebleven. Maar ik heb het er wel opgezet. In de linksonderhoek staat het dus Hercules Segers en D. Kruipel. De twee namen staan er allebei op. Bronvermelding noemen ze dat in de literatuur. En dat hoort eigenlijk bij schilderijen, hoort dat ook.